welkom. Leuk dat je er bent. Hoe ben je eigenlijk gefascineerd door het mountainbiken, zeg maar? Hoe ben je daar zo bij gekomen? Ik deed het vroeger eigenlijk altijd al. Oh, leuk. Ik ben helemaal een beetje vreemd gegaan door te gaan wielrennen. Oh, geinig. Maar ja, het blijft toch een beetje spelen in het bos. Dus ja, weer terug naar mountainbiken gegaan. En wat is belangrijk als je begint met mountainbiken? Als een beginner het wil gaan beginnen, of een prof, waar moet je op letten? Wat voor dingen? Ik denk dat je veiligheid vooral uiteindelijk het belangrijkste is. We hadden het onderweg nog over dat je, nou ja, zeker als je wat moe wordt, dat je wat andere inschattingen maakt soms, waardoor bomen ineens dichtbij komen, zeg maar. Nou ja, dan vind ik het belangrijk dat je uitrusting gewoon goed is. Dus dat je goede helm op je hoofd hebt en dat je, hoe zeg je dat, de fiets waarmee je fietst, dat het gewoon allemaal goed in orde is. Interessant. En Ralf, hoe ben jij zo bij het mountainbiken terechtgekomen, zeg maar? Nou, ik heb het als verjaardagscadeau gehad. Ik fiets altijd heel veel, ik fitness heel veel. Oh, gaaf. En dit is weer even net een ander kaliber, zeg maar. Ja, ja, vandaar. En je zegt, ik sport heel veel. Eet je dan voor het fietsen? Want ik vind altijd beter na eten. Hoe sta jij erin dan met fietsen? Eerst even goede basis en daarna nog wat fruit en wat yoghurt of iets. Oh ja, grappig. Ja, leuk om te horen. Ja. En wat doen jullie allebei, Ralf en Thijs, wat doe je in het dagelijks leven, zeg maar? Ik werk voor de overheid. Oh zo, en wat doe jij als vraag? Ik werk als technische dienst in een hotel. Oh zo, grappig, ja. Leuk. Dus ook dus met zeg maar met toerisme en alles. Ja, ik heb er ook mee te maken met mountainbiken. Ja. En wat zie je dan bijvoorbeeld? Zie je ook veel klanten die bij jullie fietsen en mountainbiken? Ja, dat zijn voornamelijk, even met alle respect, de ANWB-stellen. Oh ja, dus iets oudere bouwjaren, zeg maar. Ja. Oh ja, geinig. Maar wel leuk hoor. Ik kan ze van alles vertellen over de fietsroutes en dergelijke. Oh leuk, wel leuk om te horen. Ja. Ja, ja. En heb je veel vrienden die ook fietsen, zeg maar, die ook mountainbiken? Heel veel collega's vooral. Oh leuk, oh grappig. Oh, binnen de overheid wordt veel gefietst, zeg maar. Zeker. Oh, gaaf. Zeker. Oh, leuk. Leuk om te horen, zeg maar. En meer racefietsen of ook echt mountainbiken, zeg maar? Nee, het verschilt heel erg. Ja, ja, vandaar. Ja. En waar, als jij bijvoorbeeld mountainbike, zeg maar, wat met onderhoud, met ketting bijvoorbeeld, wat doe je dan, zeg maar, bijvoorbeeld dan als je gaat fietsen, zeg maar? Ik heb zo'n onderhoudsetje, zeg maar, waar je de ketting doorheen kan laten lopen om hem weer mooi schoon te maken. Oh, grappig. Mensen invetten. Oh, gaaf. En wat voor merk gebruik je dan voor die... Oh, dat weet je zo niet. Nee, dat heb ik niet helemaal. Nee, ik gebruik als zo'n rood flesje, zeg maar. Yeah. En dat werkt super. Dan smeer je het in en dan als het iets nat wordt, dan blijft het goed erop zitten. En dat vind ik ook fijn met klanten die een fiets huren. Dat gewoon die ketting gewoon lekker smeert, zeg maar. En heb je een leuke dag gehad met mountainbiken? Ja, hartstikke leuk. Leuk dat je fiets bij ons kwam huren. Het was zo voorbij. We hadden het erover, zullen we nog een keer doen, maar... We hadden geen proviant genoeg voor onderweg. We hadden niet genoeg proviant mee, dus we hebben besloten om maar gewoon bij één route te laten. Oh ja, zo, want je kreeg nogal trek, zeg maar. Ja. Ja, we wilden hem eigenlijk nog een keer doen. Oh zo, we durfden het niet helemaal aan. Oh nee, niet. Ja. Al grappig om te horen. Geinig. Dus dus komen we nog een keer terug. Oh, het is goed bevallen. Oh, dan horen we raar. Zeg het voort, zou ik maar zeggen. Dat is wel grappig. Nou, bedankt voor je tijd, Thijs en Ralf. Ja, bedankt. En fijne dag.